Wie is die eerste burgemeester? Wel, dat is Erik van Meensel. Grobbendonk, kom binnen. Zet u. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is nogal iets, hè, een studio als deze. Het is inderdaad apart. Ja, ja. Bent u dat gewoon? Nee, dat doen we niet iedere dag, maar het is wel eens plezant. Ja. U bent ook de burgemeester die de spits mag afbijten vandaag. Een vroege vogel. Staat u altijd zo vroeg op? Nee, maar naar Antwerpen komen is niet altijd even gemakkelijk. En als je dat kunt doen voor de files, maakt dat het leven wel wat eenvoudiger. Ja, u haalt het zelf aan, hè. Niet altijd gemakkelijk. Mobiliteit is een van de thema's die heel veel zijn toegekomen bij onze luisteraars. We hebben ook vragen over uw gemeente gekregen over mobiliteit. Bijvoorbeeld het zware vrachtverkeer in uw gemeente. Is dat ook een probleem, net zoals in veel andere gemeenten? Wel, in Grobbendonk is mobiliteit inderdaad een vrij serieus probleem, omdat daar een aantal grote verkeersadders zijn. Daar is niet alleen de E313, daar is ook het Albertkanaal en daar is ook de spoorweg Lier-Herentals. Daar is dan nog bijgekomen dat daar een aantal jaren geleden een industrieterrein gekomen is van de Vlaamse overheid. En dat maakt dat daar inderdaad veel verkeer is. Ja, want dat industrieterrein, daar zijn best wel wat vragen over binnengekomen. Van, wat gaat u doen om daar dat zware vrachtverkeer te mijden? Wel, het zware vrachtverkeer daar kan niet gemeden worden. Hetgeen wat er wel kan gebeuren, dat is dat dat zware vrachtverkeer op een of andere manier ingebufferd wordt, zodanig dat bijvoorbeeld dorpskernen dat die ontzien worden. Ja. Wat gaat u dan concreet doen? Wel, het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat in verband met dat industrieterrein, dat de ontsluiting, dat daar een extra ontsluiting komt en dat de ontsluiting van het industrieterrein op de E313 dat sterk verbeterd wordt, zodanig dat de vrachtwagens niet meer bijvoorbeeld door Grobbendonk dorp moeten. En die plannen die zitten in een vergevorderd stadium, of hoe moet ik dat inschatten? Wel, de plannen in verband met de heraanleg van de afrit-oprit van de E313, die zitten inderdaad in een vrij vergevorderd stadium. Het is de bedoeling dat daar binnen 2-3 jaar extra werk aan besteed wordt, dus dat uitgevoerd wordt. Daar is ook nog het probleem van een tweede ontsluiting en dat zit vrij moeilijk op dit ogenblik. Ja. Nog over mobiliteit, los van het gemotoriseerd verkeer, is het fietsverkeer. Ook daar zijn best wel wat vragen binnengekomen, dan meer bepaald over veilige fietspaden. Hoe zit het daarmee in Grobbendonk? Wel, wij investeren in veilige fietspaden, maar een aantal routes zijn er ook vrij moeilijk. We zijn er de laatste legislatuur in geslaagd om toch grote stappen vooruit te zetten in verband met het fietspad van de N13. Dat is de gewestweg Lier-Herentals. Maar bijvoorbeeld de industrieweg, dus de weg waar dat industrieterrein Beverdonk ligt, daar zou in principe ook een fietspad moeten komen, maar dat is praktisch zeer, zeer moeilijk. Wij denken wel dat er een aantal belangrijke straten zijn waar dat deftige fietspaden zijn, dus de verbinding via de gewone banen van Bouwel naar Grobbendonk, van Bouwel naar Herentout, van Grobbendonk naar Vorselaar en dergelijke meer, daar kan op een veilige manier gefietst worden. Ja, en zijn daar nog projecten die binnenkort worden uitgevoerd? Wel, daar is inderdaad een vrij groot project, maar dat is meer in verband met recreatief fietsen. Daar is de kasteelhoeve Durcel met alle gronden daar rond. En dat is in samenwerking met Kempens Landschap en met Natuurpunt dat we daar een grote groene long proberen te maken. En daar zal dan ook een fietsknoppunt met alles erop en eraan worden gerealiseerd. Ja. Een ander thema, veiligheid. U heeft goed gescoord. Op het gebied van veiligheid, zeggen onze luisteraars. De criminaliteit is gedaald. Wij doen inderdaad ons best wat dat betreft. Ik denk dat er de laatste jaren meer geïnvesteerd is in blauw op straat. We proberen ook meer preventief te werken. Daar zijn nog een aantal werkpunten. We gaan bijvoorbeeld bekijken dat er meer camera's kunnen komen. Want veiligheid is en blijft een prioriteit in de gemeente. Ja. Over politiek in Grobbendonk, daar kregen we best ook wel wat vragen over. Want ja, er was wel wat geruzie, hè, de voorbije jaren. Het is zo dat daar inderdaad recent een nieuwe beweging ontstaan is. En dat maakt het politiek niet altijd even gemakkelijk, dat klopt. Ja, want er is een schepen opgestapt, een gemeenteraadslid. De OCMW-voorzitter is ook naar die nieuwe partij gegaan. Mm-hmm. Dat is toch een serieus verlies voor de meerderheid? Dat is inderdaad een serieus verlies. Ik had het liever anders gezien. Ja, u heeft daar ook op gereageerd, op die nieuwe beweging. Hè? U maakte zelfs de vergelijking met de Franse revolutie.
Wel, het is inderdaad zo. En ik moet eerlijk bekennen dat ik het nog altijd niet goed begrijp. Wat dat inhoudelijk, die nieuwe beweging, wat die wil doen. Normaal gesproken doet men toch aan politiek vanuit een bepaald programma. En tot nader order stel ik vast dat die nieuwe beweging, want men noemt zich geen partij, men noemt zich een beweging, dat zij nog altijd geen programma hebben en ook niet van plan zijn om een programma te maken. Ja, toch maakte u een vergelijking met de guillotines. Dat vond ik nogal vreemd. Dat is toch een krasse uitspraak? Wel, als je natuurlijk een beetje de geschiedenis kent, en ik had misschien beter niet de Franse revolutie gebruikt, maar ik had beter over de Russische revolutie gehad. In Rusland had men een aantal Sovjetraden. De manier waarop dat men het wil doen met burgercafés en waar dat men de burgers zonder meer wil laten beslissen, zonder dat er daar ergens een beleidsmatige achtergrond is. Ja, u weet hoe dat gebeurd is en ik heb inderdaad die vergelijking toen gemaakt, klopt. Ja, en dat allemaal in Grobbendonk, een revolutie. Wel, het zal niet zo ver komen. We zullen daar 14 oktober 2018 afwachten. Wat verwacht u van de verkiezingen? Ik hoop dat we daar een goed resultaat scoren met onze partij en dat we mee aan zet blijven na de verkiezingen. Waarom zou iemand opnieuw voor u stemmen? Wel, ik denk dat we een aantal zaken in beweging gezet hebben die dat voordien toch niet altijd zo goed verlopen zijn. En die zaken die dat in beweging gezet zijn, die willen we verder zetten. Onder andere, en u haalde het er juist aan, het was een thema dat ik zelf ook in mijn achterhoofd had. Veiligheid is bijvoorbeeld één van die thema's. Maar we hebben ook ervoor gezorgd dat de financiën en dergelijke, dat die gesaneerd zijn geworden. Oké. Okay. Om af te sluiten zouden we graag nog een spelletje met u spelen. Het gaat om het is een dobbelspel. Een dobbelsteen heeft 6 ogen. En afhankelijk van welk cijfer u gooit, 1 tot en met 6 of 1 of 6, krijgt u een vraag voorgeschoteld. Dus ik zou zeggen, pak de steen en ga uw kans. Er valt geen geld te winnen. 1. Een 1. Gelukkig gaat het niet om geld. Dus vraag 1. Welke dag van de afgelopen 5 jaar was u liever geen burgemeester geweest? Wel, daar is op een bepaald ogenblik een zwaar busongeval gebeurt in Grobbendonk. En dan word je s'avonds ineens getelefoneerd. Dan moet je het gemeentelijk rampenplan gaan afkondigen. En dat zijn toch niet de meest gezellige momenten. Ja, wat dacht u toen u dat telefoontje kreeg? Toen moest ik inwendig toch wel eens een keer stevig vloeken. Je weet niet wat er gaat gebeuren, want dat zijn geen zaken die dat je iedere dag meemaakt. Daar zou dan sprake kunnen zijn van doden en gewonden. Het is gelukkig zover niet gekomen. Maar het zijn toch zaken die ik in de toekomst niet meer zou willen meemaken. Is dat dan iets dat je thuis bespreekt? Of hoe gaat dat dan? Achteraf bespreek je dat inderdaad thuis. Dat klopt. Je moet dat op een of andere manier toch wel verwerken, dergelijke zaken. Oké, bedankt voor je komst naar onze studio. Ik hoop dat de resterende tijd van je burgemeesterschap, of misschien ook daarna, dat je zo'n dagen niet meer hebt, dat je zo'n telefoontje niet meer krijgt. Bedankt. Bedankt voor je komst. Tot de volgende keer. Veel succes bij de verkiezingen.